Pinnen kan niet hier, mevrouw? Helaas niet, nee. Dat, uh, de bedragen die hier betaald moeten worden zijn zo klein dat de kosten daar niet tegen opwegen van een pinautomaat. Bij lang niet iedere ondernemer in Bredevoort kan gepind worden. Omdat ook zij op de kleintjes moeten letten. En dan is er in de afgelopen tijd ook nog de pinautomaat uit het stadje verdwenen. Ook actievoeren heeft niet geholpen. Maar is dat nu zo erg? Het is hier erg een probleem. Hier moet je hier naar uit. als je daar verder moet. Dan moet ik iemand meenemen. Ik bedoel maar, als je hier eens een keer naar de markt wil of zo, of wat, dan moet je geen geld in de portemonnee hebben. Of, of een collecte of wat dan ook. Ik bedoel maar, dan, dan kun je niet pinnen. Maar nu mogen de banken bij wijze van proef onderling afspraken maken over de spreiding van pinautomaten. In Bredevoort hopen ze dat er een pilot bij hun komt. Ik ben nog twijfelend of men inderdaad daar graag instapt. Maar ik vind het een goede oplossing. En ik vind dat we zo snel mogelijk nu met de banken met, met, met die pilot mee moeten gaan doen om in Bredevoort alvast nog weer die pin uit de maat terug te halen. We hebben zelfs laatst al meegemaakt dat er ingebroken is bij een oudere die dus het geld van de bank één keer in de twee weken krijgt, die heeft dan veel te veel geld in huis.